investeren in Driest, waar de plannen binnen om een nieuw multifunctioneel infocentrum te bouwen. Waarom? Waarom? Nou, bij de Raad zijn we bekend dat we al verschillende plannen gerealiseerd hebben. We zijn heel voortvarend. Nou, een van de laatste projecten, we hebben heel wat het Nijs mee en wat ik een heel vruchtbaar project weer, dat weer de bouw van de Houten Bok, intro Johan Prins hier bij de molen. Maar Stichting Houten Bok, Stichting Houtse Molen de Rad, hebben wij bij de gemeente geweest om te vragen van, goh, wij willen graag meer. Stichting Houten Bok, die wil graag een bergplak van de Houten Boord hebben, die nou in winteropslag luidt. Stichting Houtse Molen de Rad, wil graag meer informatiecentrum hebben, smederij, een plakje voor de meesten om te ontvangen, een plakje voor de vrijwilligers om even warm zitten te kunnen, een plakje om instructie aan te kennen van de molenaarsopleiding. Nou, daar hebben we een heel compleet plan voor maken. En dat past er precies in plaats van de gemeente die bezig is met het uitvieren van het project Friese Meren. En de gemeente als eigenaar van de molen, die heeft het initiatief genomen om daar een omvraag van te doen. Het komt steen op een stuk wat nou nog water is. Het er jet iets ik wat stom? Dat weer het grote probleem. Alle plannen die we gerealiseerd hebben, de bouw van het roerskwor, het omlezen van het smelspoor, de bouw van een wenning, het restaureren van de molen, dat is al je naar het beeld van Roen Jongetje 100. En een infocentrum in Jongetje 100 weer er net. Wij willen toch graag, hè, te hebben zo van het mij absoluut net het beeld van de molen onantasten. En dan hebben we zo van, nou, de bestaande het roerskwor, hebben we nou een identiek gebouw door, dat zetten we ernaast, het wettering, dan van oud het wetter, van oud snits, van oud rils, van oud snitserpaard, dan wordt het beeld net schoond. Dus dat we uiteindelijk voor u de enige optie die nog hier van weer. En vandaar dat we het op dat plak doen. Het wordt een geïsoleerd gebouw, komt ook op een goede fundering te staan, met goed afsluitbaar wijzen. En u schiet het puur om het feit dat het het onzicht heeft, het moet erbij passen. Maar van binnen wordt het gewoon een modern vertrek met goede faciliteiten. 2015 moet het opleveren wijzen. Dus wij hopen nou zo snel mogelijk maar de gemeente als Stichting Houtse Molen de Rad in parteer te gaan. En de plannen zijn vier kleed te maken dat we starten kunnen. Het wordt waarschijnlijk een stielen skelet. En de beklaaiing, dus het onzicht, dat we het wel al hier houden. En alle pan erop, we willen het net te futuristisch, met er wel bij passen. Het informatiecentrum dat wij dan in de Simmet erin hebben willen, maar losse paneel, dat hebben we nog even een gestalte aan hoe het precies komt. Maar Winterdaai, er zit een, in die hem staat een invaart in. Dan kunnen we de Houten Bok, die kunnen we erin varen. Die kunnen we maar een takel omheen gelden. En die invaart, die kan Simmerdaai met batten weer afsluiten worden. Dus een Simmerdaai is het informatiecentrum. En een Winterdaai is het een loods om de bok goed deel te lezen. Van de winterberging. En wat voor toevoeging heeft het echt voor de rat, de alledige informatie al? Gemiddeld gaan wij ervan uit dat de meesten een oer de molen beziekje. Nou, er gebeurt van alles buurt. We zijn altijd aan het werk, hè. We zijn nou ook ontzegen. Dat is heel mooi voor de meesten om te zien. Maar ja, er zijn meesten die het een trijke tevels, jongen. Ben ik meestal niet blij wat twee oren hingen. Maar gemiddeld bezoekt hij het is ongeveer een oer. En dat willen we verlengen. Even heel cruciaal, we willen meestal verster worden. Er gebeurt volle meer in Trilst, Elst Houtstad. Daar ben ik ook meestal in Trilst bezig om projecten op te zetten. En uw idee is van, af en nou die meesten hier langer verster worden kunnen. Dat zie ik ook een nachtje. Dus dat de horeca er meer aan heeft. En dan krijg ik bij Nij Chinees dat die er meer aan heeft. Dat het een impuls geldt voor ondernemers om zich hier weer in Trilst te vestigen. Dus dat die meesten net terug Trilst heen gaan, maar dat ze hier blijven. Dat is echt opzet. Nou, en dus een van de taken is dat van het infocentrum. Dat mensen wat een breder aanbod hebben. En hier, dit is een doel.